Welkom Sonja, wij hebben elkaar niet eerder zo gezien. Ik ken jou van jouw boek, wat jij in 2016 hebt geschreven, getiteld Losse Haren. En dat weet jij misschien niet, maar ik gebruik jouw boek heel vaak voor onderwijsdoeleinden. Omdat er hele helpende ervaringen in staan om aan andere mensen uit te leggen wat het betekent om een verkrachting mee te maken. Jij hebt dat 20 jaar geleden meegemaakt. Vertel. Ja, dat ga ik proberen. Het is een lange tijd. Bijna is nu 20 jaar geleden. Voor mij was dat de datum 8 september 2003. En ik fietste op dat moment van mijn vriend naar huis toe. Ik woon in Gelderland, plaatsje vlakbij Arnhem. En op de route naar huis toe zag ik op een gegeven moment een man de weg overrennen. En die is even later voor mijn fiets gesprongen. En later hoorde ik dat hij mij in de verte al zag fietsen. En dat hij ja, eigenlijk al met voorbedachte raden de auto in de buurt gezet heeft en naar me toegekomen is. Hij had een mes bij zich en hij is mijn fiets vastgepakt. Hij heeft me meegenomen naar een stuk van de weg af bij een loods. En daar heeft hij me verkracht. Ik heb op dat moment echt doodsangst gehad. Ik dacht aan de zaak van toen Marianne Vaatstra. Ik dacht dat ik het niet zou overleven. Mm-hmm. Ik heb in gedachten afscheid genomen van mijn ouders. Ik heb eigenlijk ook een soort ja, uittreding gehad. Dat ik gewoon op dat moment ja, niet mezelf zag liggen in het gras. En ook niet meer de pijn en de angst kon voelen. Dat was een hele bizarre ervaring. Uiteindelijk heeft hij mij laten gaan. Ik heb gewoon op dat moment de knop omgezet. En ik, op een gegeven moment had ik dus door wat hij wilde. En dacht ik van nou, als ik hem maar zijn zin geef en hoop dat hij dan dat het dan klaar voor hem is, dan laat hij me misschien gaan. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Hij is weggegaan en ik heb mijn spullen gepakt. Hij had mijn BH kapot gesneden. Die heb ik meegenomen als een soort van bewijs van kijk, er is echt iets gebeurd. Mm-hmm. Ik ben naar huis gefietst en toen kwam alle emotie eruit eigenlijk. Alle angst en ik ben gaan schreeuwen en gaan gillen. En daardoor wist mijn moeder ook meteen van er is iets gebeurd. En zij heeft gelijk 112 gebeld. Dus het was voor mij ook geen twijfel om geen aangifte te doen. En voor mij was het zo heftig wat er gebeurde, dat ik dat ook gelijk wel wilde. Niet wetend wat er dan op je afkomt. En binnen 10 minuten of een kwartier zat er een agent bij mij in de woonkamer. En die nam de eerste aangifte op. Vroeg ook gelijk van, ja, hoe ziet hij eruit? Om een beeld te laten maken van de eerste herinnering aan hoe hij eruit zag. En ik ben die nacht meegegaan naar de GGD voor sporenonderzoek ook. En dat heeft ook een paar uur geduurd daar. En onderweg kwamen we langs de plek waar het gebeurd was. En dat was toen allemaal afgezet met linten. En daar was de recherche aan het zoeken naar sporen. Toen heb ik ook nog gezegd, ze zoeken verkeerd. En toen heb ik ze laten zien waar ze wel moesten zijn. En ik was eigenlijk zo in shock dat ik alleen maar dacht, alles wat ik kan doen nu om te zorgen dat hij zo snel mogelijk gepakt wordt, ga ik doen. Mm-hmm. En heel soms voelde ik emotie, maar ik was eigenlijk alleen maar bezig met, hij loopt nog vrij rond. En als ik nu iets kan doen waardoor hij opgepakt wordt, dan hoop ik dat ik hem niet meer tegenkom. In de dagen daarna heb ik me heel erg bang gevoeld. Toen kwam die angst wel weer omhoog. Want ik was bang dat hij me naar huis gevolgd had. En dat hij in de buurt zou wonen. En dat hij dus voor de deur kon staan. Mm-hmm. Mijn moeder die werkte in de zorg. En die zorgde eigenlijk dat ze thuis was op het moment dat ik wakker zou worden. Dus die werkte korte diensten. En ik durfde mijn slaapkamer niet af. Dus helemaal in het begin had ik echt straatvrezen. Durfde ik gewoon echt nergens naartoe. En ik zag dat mijn ouders ook veel verdriet daarvan hadden en ik durfde dat niet goed te delen met ze. Dus ik merkte dat ik vooral alleen dat op dat moment aan het verwerken was. Ja. Ik was 20 en mijn vriendinnen die hadden het leven met uitgaan en met studie. En ik had een relatie op dat moment. En
als ik bij hem was, had ik zoiets van, nou, ik wil er gewoon niet meer aan denken wat er gebeurd is. Maar daardoor voelde ik met die angsten, voelde ik me heel erg alleen. En normaal gesproken kon ik met mijn broertje heel goed. Alleen die liep stage in Center Parks. Dus door de week zat hij ergens anders. Mm-hmm. Ik heb in de maanden daarna die angsten nog steeds gehad. En ik kon daar ook niet goed over praten. Ik hoopte eigenlijk dat die vanzelf weg zouden gaan. Mm-hmm. Ik had wel een gesprek met slachtofferhulp een paar keer. En dat ging vooral over het schadefonds geweldsmisdrijven, om daar een aanvraag voor te doen. En te kijken van wat heb je verder nog nodig, juridisch bijvoorbeeld. Na 2 maanden is hij opgepakt. Uh-huh. Omdat er een DNA-match was met andere zaken. Uh-huh. En op dat moment voelde ik me wel wat veiliger. Maar waren die angsten er nog steeds. Omdat ik dacht, ja, als dit 1 keer kan gebeuren, kan dit nog een keer gebeuren. Uh-huh. En als ik kijk naar de jaren daarna, zijn die angsten nooit helemaal weggegaan. Ik merkte dat de controlehandelingen die ik deed om me veilig te laten voelen, dat die gewoon altijd aanwezig waren. En dat was onder het bed kijken of het gas uit was, kijken of de deur op slot zat, kijken of er niemand in mijn kast zat. Dat schrijf je ook in je boek, hè? De monsters zitten niet onder mijn bed, maar in mijn hoofd. Ja. Ja? De angsten, ja. Die demonen. Dat was ook echt zo. Ja. Ik had het gevoel van, nou, als ik controleer dat de ruimte veilig is, dan ben ik veilig. Maar eigenlijk hou je daarmee gewoon de angst in stand. En dat voelde voor mij wel echt zo. Mm-hmm. En in 2012, dus dat is 9 jaar later, is mijn oudste geboren. En op dat moment kreeg ik nog meer last van die dwanghandelingen. Ik merkte dat ik nog meer ging controleren en dat de angst dat met haar iets zou gebeuren, dat die heel groot was. Mm-hmm. En toen kwam ik er ook achter met hulp van cognitieve gedragstherapie. Van wat je eigenlijk doet, is je angst in stand houden op het moment dat je gaat controleren en dat je die dwanghandelingen doet. Mm. En met hulp van die cognitieve gedragstherapie ben ik uiteindelijk van die dwanghandelingen afgekomen. En ze zijn af en toe zijn ze er nog wel, maar ik herken ze nu en ik kan er nu goed mee omgaan. Dus ik weet ook dat als ik gestrest ben, dat iets is wat opkomt. En ik weet dat ik ook wel weer daar weer vanaf kan komen. Ja. Dus dat is heel fijn. Dat is nu. Ja, dat is nu. Dat is een onderneming geweest om hier te komen. Ja, nou ja, dat is 20 jaar geleden. En het zijn iedere keer lagen die je, tenminste dat zie ik bij mezelf, er zijn steeds lagen die ik van mezelf ontdek. Mm-hmm. Waar ik dan tegenaan loop. Ja. Ik denk ook niet dat verwerken. Sommige mensen denken, je hebt het verwerkt of niet. Een soort 0-1. Hè? Je hebt PTSS of je hebt geen PTSS. Maar ik denk meer dat het voor de meeste mensen gedurende een leven gewoon in beweging is. Ja. En soms heb je er meer of minder last van. En dat is eigenlijk een veel eerlijker verhaal. Ja. Ja, ik vind het heel fijn dat je de moeite hebt genomen om hier te gaan zitten. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om over te dragen dat ook een eenmalige gebeurtenis. Ja. Ook een eenmalige aanranding of welke vorm van een eenmalige situatie een persoon ook heel erg ziek kan maken. Je bent heel ziek geworden van een eenmalige gebeurtenis. En ik heb dat zelf ook geprobeerd in mijn promotieonderzoek destijds aan te tonen. Dat als je eenmalig vergelijkt met langdurig, dan blijkt dat mensen evenveel last ondervinden in hun leven om een prettig leven te kunnen hebben. En ook in je stresssysteem, in cortisol, stresshormoon in je speeksel, had ik aangetoond dat of je nou 1 keer dat hebt meegemaakt of jarenlang, dat je stresssysteem op dezelfde manier ontregeld raakt. En om ook op die manier erkenning te vragen dat ook een eenmalige gebeurtenis je leven helemaal overhoop kan gooien. En bij jou ging het vooral, denk ik, om het gevoel van veiligheid wat je verloor, wat heel veel waard is. Ja, dat ben je kwijtgeraakt. Ja, veiligheid en controle. En controle, ja. Je denkt dat je controle hebt over je lichaam en over je leven. En dat je veilig bent. En op dat moment kom je erachter dat dat niet zo is. En dat er in 1 keer iemand binnen kan stappen die dat overhoop kan halen. En ik merk nog steeds dat er situaties zijn waardoor ik opnieuw me dat besef en opnieuw die onveiligheid voel. En dat het niet over is na 20 jaar. Nee. Dat vind ik soms heel lastig om te accepteren. En maar het lijkt wel alsof het opgeslagen is in mijn systeem. Mm. En als er iets gebeurt, dat het soort heractiveerd wordt of zo. En dat vind ik soms lastig om wel mee te dealen. Ja, nou, begrijp ik ook.
Ik denk even voor de mensen die aan het kijken zijn van hoe kan dat? Hoe kan je 20 jaar later nog, hè, dat er een trigger is, een geluid misschien, of een geur, of een beeld, of een woord, of een term, die dan die ervaring, die herinnering toch weer activeert. En dan schrik je niet meer zo van als 10 jaar geleden. Maar hè, het doet wel denken aan. Hè, ik denk dat we zijn zo ingesteld dat als we iets heel groots meemaken, dat zo bedreigend en beangstigend is, dat je de dood in de ogen kijkt, zoals jij dat destijds hebt gedaan. Dat je lichaam het zo goed opslaat, want die wil jou, hè, beschermen, inderdaad. Van, nou, mocht ik dit ooit weer tegenkomen, dan ga ik meteen een teken geven. Om te voorkomen dat. Dus het is eigenlijk goed bedoeld van je brein. Ja, probeert je te helpen. Ja, probeert je te helpen, maar gaat wel soms vaker af misschien dan je wil of dan je wenselijk vindt. Ja. Maar ik begrijp dat je met behulp van therapie, onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR-therapie, dat het je wel gelukt is om het op die manier een plek te geven, dat je niet meer helemaal overspoeld raakt. Ja. Ja. Nou, en ik vind het ook ergens een geruststelling dat die therapie er is op het moment dat het wel weer omhoog komt. Ja. Dus op het moment dat ik merk van, er komt weer iets terug, of er speelt iets nieuws in mijn leven, waardoor het opnieuw een rol krijgt, zeg maar. Ja. Dat ik dan weer hulp kan inschakelen. Ja. Ik ben, ik denk 2 jaar geleden, kortstondig lastig gevallen telefonisch door iemand. En dat voelde voor mij zo bedreigend dat ik weer, terugging in angsten. En voor mij was het dan ook weer een teken van, oké, daar wil ik iets mee. Mm-hmm. Ik wil er weer hulp bij hebben. Want ik ga dat niet alleen kunnen oplossen. Nee, en dat heb je gelukkig ook gedaan. En jouw voorbeeld is denk ik ook hoe het gaat in een mensenleven. En dat als je ouder wordt of in een nieuwe fase van je leven komt, dat je dan toch weer op een andere manier weer last kunt krijgen van wat je in het verleden hebt meegemaakt. Ja. En jij weet nu gelukkig wat je moet doen. Sonja, je hebt van alles eigenlijk ondernomen om je beter te gaan voelen. En wat heeft jou het meeste geholpen? Wat heeft het verschil gemaakt? Ik denk dat het voor mij de transformatie was van boosheid ook en angst naar meer rust vinden en meer vanuit liefde leven. En vergeving heeft mij daarbij geholpen. Ik ben op een gegeven moment anders naar de daden gaan kijken ook. Ik heb heel erg gezocht naar waar komt dat nou vandaan dat iemand zoiets doet. Zonder de verantwoordelijkheid daarvan weg te halen. Want ik vind dat iemand altijd verantwoordelijk blijft voor zijn daden. Ik geloof dat kinderen, baby's worden geboren als een soort onbeschreven blad. En dat mensen iets meemaken in de loop van hun leven, waardoor ze de verkeerde afslag nemen of een verkeerde coping hanteren en daardoor dit soort dingen gaan doen. Ja. En dan zijn ze nog steeds verantwoordelijk voor wat er gebeurd is en voor hun eigen proces erin om daarin beter te worden. Maar dat heeft voor mij wel een soort lading van onbegrip en boosheid weggehaald. En ik heb daarin de dader al eerder kunnen vergeven. En voor mij een hele mooie stap die ik daarna gezet heb, dat heb ik vorig jaar gedaan, is het gesprek met de dader gevoerd. Ik ben met hulp van Perspectief Herstelbemiddeling met hem gaan praten en ik vond dat heel fijn, want dat werd heel goed voorbereid ook. Mm-hmm. Om eerst in een voorgesprek aan te geven, ja, wat wil ik delen, wat is voor mij het doel van dit gesprek en welke vragen zou ik hebben. En zij hebben vervolgens contact met hem gelegd. Hij heeft aangegeven dat hij open staat voor een gesprek. En uiteindelijk hebben we 2,5 uur kunnen praten over wat er gebeurd is. Ja, we hebben heel veel dingen gedeeld. En ik vond het heel fijn dat dat met een bemiddelaar was. Want zij was echt voor ons allebei, was ze er heel erg. En ze is heel empathisch en heel betrokken. En zij kon ook heel mooi teruggrijpen naar het begin. Dus naar het voorgesprek, zeg maar. Yeah. Je hebt in het voorgesprek met mij, heb je dit besproken? Wil je dat nog vragen? Dus ja, de spanning bij mij was heel groot die dag om erover te praten en om hem te ontmoeten. Mm. Maar het gaf me heel veel vertrouwen dat zij erbij was. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk, kan ik niet veel over delen. Maar het heeft mij in ieder geval veel rust gebracht. Het is voor mij een heel mooi gesprek geweest om hem meer als mens te zien. Hij heeft ook kunnen delen wat het voor hem gedaan heeft en hoe zijn leven na die gebeurtenis verlopen is. Het feit dat hij daar was, verantwoordelijkheid nam voor wat hij gedaan heeft en er
Ja, hij had ook nee kunnen zeggen, dus hij was er echt voor mij. Ja, dat heeft mij heel veel gebracht. En wat mooi was in die setting is... er wordt vooraf besproken van waar moet het plaatsvinden. Ik wilde heel graag dat het in een open, lichte ruimte was. Dus dat je daglicht had en dat het een ruime ruimte was. Dus dat ik ook weg kon lopen zonder dat ik langzaam heen moest lopen. En ik wilde dat hij als eerste binnen zou zitten. Dat ik de regie zou hebben. Wanneer stap ik die ruimte in? Ik heb die regie die nacht niet gehad. En ik wilde die regie op dat moment wel hebben. En hij wist dat ook, die informatie. Dus hij zat als eerste binnen. En toen hij binnenkwam, was het zonnescherm naar beneden. En toen heeft hij geregeld dat het zonnescherm omhoog zou zijn. Want hij zei, ja, ik heb gehoord dat het voor Sonja belangrijk is dat het een lichte ruimte is. En ik was toen een donkere gedaante die nacht voor haar. En ik wil dat het gesprek in het volle licht kan plaatsvinden. En dat zij mij ook in het volle licht kan zien. En met die actie heeft hij erkenning gegeven voor wat ik gevoeld heb die nacht. Ja. En heeft hij iets kunnen omkeren daarin. En ja, dat is voor mij, denk ik, buiten alles wat besproken is, is dat voor mij het meest waardevolle geweest. Dat hij er voor mij was en dat hij daar iets heen heeft kunnen omkeren. En het heeft echt veel lading afgehaald. En ik heb de documentaire, als ik je zie, dan groet ik je gezien. En voor mij was dit ook een moment dat ik kan zeggen, oké, als ik hem op straat tegenkom, ben ik oké met hem. En het was het laatste stukje voor mijn herstel ook. Zo. Echt wel heel bijzonder, hè, dat dit kon gebeuren. Ja, ik sta ervan te kijken dat het kan. Ja. Want zeker in het begin had ik zoveel boosheid. En ik wilde hem kapot zien gaan. En ik wilde hem dood hebben. Ik was zo boos. En ik heb nooit gedacht... zeker in die beginfase dat dit zou kunnen. En dat je uiteindelijk met medemenselijkheid naar iemand kan kijken. En dat je dan ook goed weer verder kan gaan samen. Ja. En ik zie hem niet meer, ik spreek hem niet meer. Het is oké zo. Dus ik vind het heel fijn dat het kan. Ja, fantastisch. Ja, ik vind ook de perspectief herstelbemiddeling fantastisch. Werk doet dat dit, hè, die bemiddelen daartussen. En die gaan het alleen maar doen als het voor allebei eigenlijk wat oplevert. Hè? Ja, ik vind dat heel waardevol als ze dat aanpakken. En het zijn hele fijne mensen daar ook. Zeker, helemaal mee eens. Ja. En kan je met jouw ervaringen, anderen die misschien worstelen met... zal ik het wel of niet vertellen? Zal ik wel of niet hulp gaan zoeken? Zal ik wel of niet de confrontatie met degene die het heeft gedaan aangaan? Wat kan je mensen daarin nog meegeven? Nou, ik denk als je je afvraagt wat het alternatief is... en het alternatief zou zijn dat je zwijgt en dat je er niet over praat... en dat je eigenlijk een bal onder water blijft drukken... wat je heel veel energie gaat kosten op de lange termijn... dat het altijd waardevol is om met iemand te praten... of dat nou een lotgenoot is of dat het een professional is... En, als je de eerste stap zet naar iemand toe om openheid te geven... en je wordt daar gehoord en gezien, dat is heel waardevol. En het hoeft niet, je hoeft niet in één keer al die stappen tegelijkertijd te zetten. Het begint gewoon met een stap. En wat het dan ook is, als je openheid geeft... dat haalt heel veel spanning van de situatie af. En zeker als je begrepen voelt en gehoord voelt en erkenning krijgt... en welke manier dat dan ook is, is dat gewoon belangrijk. Ja. Jij hebt ook aan mij verteld van dat behalve onveiligheid en angsten en allerlei maniertjes van jou om daarmee om te gaan, dat je ook heel veel eenzaamheid hebt ervaren in de jaren na die gebeurtenis. Ja. En dat jou dat uiteindelijk ertoe heeft gezet om een project op te zetten, herstelcirkels. En ik denk dat het heel waardevol is voor anderen om daar meer over te weten. Ja, ik woonde bij mijn ouders toen het gebeurd was. En wat bij mij op een gegeven moment, wat ik merkte, is dat ik het lastig vond om met mijn ouders erover te praten. En mijn vader zei vorig jaar ook nog van ja, ik durfde je eigenlijk geen vragen te stellen. Want ik was bang dat als ik dat zou doen, dat ik opnieuw bij jou verdriet omhoog zou brengen. Dus hij zei ja, ik heb het maar gewoon gelaten. En ik ging er maar vanuit dat het goed zou gaan, zolang je er zelf niet over zou beginnen.
En daardoor heb ik me juist ook heel erg alleen gevoeld en onbegrepen soms ook. Mm-hmm. En omdat ik er zelf niet over kon praten, wisten ze niet hoe ik me voelde. En mm-hmm. hebben ze ook op een gegeven moment de conclusie getrokken: het gaat vast weer beter met Sonja, ze kan wel weer werken. Een jaar later zei mijn vader ook van, nou, heb je er nu nog last van? Hoe kan dat dan? Het is toch al een jaar geleden. Dus van die kleine opmerkingen, ook uit mijn omgeving, merkte ik van, oké, ze begrijpen mij niet. En het is alleen maar pijnlijk als ik er dus over vertel. Want het kan zijn dat ze een opmerking geven waardoor ik me onbegrepen voel. Mm. En ik plaatste een soort van onzichtbare rode kruisen bij personen die dat deden. Dus als iemand zei, goh, ja, maar je had haar toch ook niet zo laat moeten fietsen 's avonds. Dan dacht ik, oké, jij snapt hier helemaal niks van. Ik ga niet meer met jou praten. Maar dan wordt de kring waar van mensen waar je er wel mee over kan praten heel klein. En ik wilde ook niet iedere keer de aandacht op mijn verhaal vestigen als ik met een vriendin afsprak. Ik zag heel veel jaren later in de verslavingszorg met mijn toenmalige partner dat daar een heel familieprogramma opgezet was. Dus daar was voorlichting voor de naaste omgeving over wat is verslaving. Er waren familieavonden waar naasten bij elkaar konden komen, waar ze verhalen konden delen. Er was een familiedag waarin je ook weer de verbinding legde met de persoon die daar in behandeling was. En ik vond dat heel waardevol. Omdat ik dacht, ja, als mijn omgeving, mijn familie, mijn vriendinnen voorlichting hadden gehad over wat zijn nou de gevolgen van seksueel geweld en wat is trauma en wat is de impact op langere termijn, dan hadden zij veel beter begrepen hoe zij zelf konden handelen daarin. En dan hadden ze misschien ook passender gereageerd op situaties. En op het moment dat zij, dus mijn moeder en mijn vader, een plek hadden gehad waar zij met andere naasten konden praten, dan hadden zij misschien daar ook meer begrip kunnen vinden en een eigen emoties kunnen delen, wat voor mij een geruststelling was, want het hoeft niet met mij, zeg maar. Mm-hmm. En dat is voor mij de reden geweest om herstelcirkels op te zetten. Om toch het gevoel van eenzaamheid wat ik had, omdat ik ook geen contact met lotgenoten op dat moment had, om dat weg te halen, om te zorgen dat je beter in verbinding kan komen met je naasten. Ik vind het echt prachtig wat je hebt gedaan. Als je kijkt hoe mensen traumas verwerken doe je in principe niet alleen. Nee. Dat doe je juist met anderen. We weten ook eigenlijk best wel goed uit onderzoek dat de aanwezigheid van steun en geloofd worden en opgevangen worden het verschil maakt. En omgekeerd de schuld in de schoenen geschoven krijgen of negatieve opmerking, dat het juist tegenwerkt, die verwerking tegenhoudt. Dus ik vind het heel mooi dat je dit hebt opgezet. Hoe kunnen mensen daar contact mee maken? Via slachtofferhulp.nl/herstelcirkels. Mm-hmm. Voor slachtoffers of getroffenen, zoals we dat noemen in onze groep. We hebben dat ook met een groep slachtoffers en naasten opgezet. En we hebben ook voor naasten hebben we ook informatie. Slachtofferhulp.nl/herstelcirkel-naasten. En daar kunnen ze een herstelpakket opvragen. Informatie vinden over hoe ga je het gesprek aan met iemand uit je naaste omgeving. En voor naasten ook informatie van hoe kun je weer verbinding krijgen met jouw dierbare die dit overkomen is. En tips voor helpers. Nou, fantastisch. Ja. Dankjewel. Dankjewel.